Wat is het juiste salaris voor een Oranje International die bij Feyenoord gaat spelen? Ja, dat kunnen wij behoorlijk inschatten, hoor. Ja, daarom vraag ik het ook aan jou. Ja. Wat is het juiste salaris dan? Nou, daar gaan we natuurlijk inhoudelijk nooit op in. Maar wat wij bij Feyenoord de laatste jaren doen, is altijd keurig binnen het budget blijven. We hebben het afgelopen jaar gedaan, ruim binnen het spelersbudget. Hè, waardoor we dus zwarte cijfers hebben kunnen schrijven sinds vele jaren. En dat zullen we dit seizoen, aankomend seizoen, weer gaan doen. En we hebben nog budget te besteden vanwege het feit dat er natuurlijk een heel aantal spelers zijn vertrokken. El Amadi weg, Vlaar weg. Ja, exact. En maar daar zullen we zeer, zeer zorgvuldig mee omgaan. Maar de vraag is of Martin en Matthijssen echt wel hebben, want over Matthijssen gaat het. Ik dacht dat het over Matthijssen ging. Ja. Nou, ja. Dat zou een speler zijn die in ieder geval fantastisch bij Feyenoord zou passen, want... Nou ja, het is duidelijk met het vertrek van Vlaar, El Amadi wordt net verteld, Otman Bakal, John Guidetti. Dus de hele as is eigenlijk vertrokken, maar met name toch drie geroutineerde spelers die de baas waren in de kleedkamer, die de hiërarchie bepaalden, veel ervaring hadden. Ja, die zijn vertrokken, dus wij zijn echt op zoek naar spelers die ervaring brengen. We hebben een zeer getalenteerde groep. Maar ik heb de rekensom eens gemaakt. Ronald Graafland even niet meegerekend. Die derde doelman is, hebben we een gemiddelde leeftijd van 21,5. En dat is heel weinig. Maar Matthijs, zeg je dat is een van de jongens die bij Feyenoord zou passen? Ja. Maar is dat de enige naam die op het lijstje prijkt of is er een lijstje van meerdere namen? Nou, dat lijstje is zeer beperkt. Want als je inderdaad gaat kijken naar geroutineerd, ervaring die echt beter zijn als wat wij zelf ook hebben. En Nederlandstalig denk ik ook achter. Nou, dat is altijd wel een prettige bijkomstigheid. Zeker als iemand een leider moet zijn in de kleedkamer, op het trainingsveld en in de wedstrijden. Dan is dat handig als je goed kunt communiceren. Nou, Matthijs voldoet aan al die criteria. Dus dat is absoluut een speler die zeer goed bij ons zou passen. Maar of dat financieel haalbaar is, dat is de vraag. Dat zijn we aan het onderzoeken. Maar daarbij hoeft niemand zich zorgen te maken dat wij een fout zullen maken om uit ons budget te lopen. We zullen daar weer zwaar binnen blijven dit jaar.